verhaal gaat over de Danaïden. Danaos was in de tijd dat het verhaal zich afspeelt koning van Libië. Zijn tweelingbroer Aegyptos was koning van Egypte. Aegyptos die had 50 zonen. Danaos had 50 dochters. Deze 50 meisjes werden de Danaïden genoemd. Op een dag stelt Aegyptos voor om zijn zonen met de dochters van Danaos te laten trouwen. Danaos was daar geen fan van dat plan. En omdat hij bang was van zijn broer, vluchtte hij met zijn gezin naar Argos. En daar werd hij koning en maakte de stad groot. Aegyptos was echt niet opgezet met de vlucht van zijn broer, maar liet het niet meteen merken. Hij kwam er uiteindelijk achter waar zijn broer naartoe was en ging erheen. Hij stelde nog eens voor om een huwelijk te smeden tussen de neven en de nichten. Danaos stemde uiteindelijk toe uit angst voor zijn broer. Alles werd in gereedheid gebracht voor het huwelijk en op de dag van de plechtigheid ging Danaos naar de kamer van zijn dochters. Hij gaf elk meisje een scherp mes en zei dat zij hun man moesten doodsteken in de huwelijksnacht. 49 van de 50 Danaïden hebben hun prins tijdens de huwelijksnacht gedood. 1, de 50ste Danaïde, Hypernestra, was verliefd geworden op haar man. De liefde was ook wederzijds. Zij hielp haar man te vluchten en zo ontsnapte hij aan de dood. Nu, haar zussen, die wel de moord gepleegd hadden, moesten natuurlijk boeten voor die moord. Ze werden naar de onderwereld gebracht en moesten daar een bodemloos vat vullen. Vandaar komt ook de uitdrukking, het vat der Danaïden vullen, wat eigenlijk betekent dat je aan een werk aan het doen bent wat nooit afraakt.